Jort Smit, wat voor gevoel sta je hier? Dubbel gevoel. Zeker Vertel. Zeker na vorig weekend denk ik dat we weer in een stijgende lijn zaten. Mechelen uit, Heerenveen thuis, 6 punten weekend. Ja, vandaag begin je eigenlijk de wedstrijd goed. 2-0 voor. Ja, tweede periode toch niet onze beste periode. Hoe kan dat een tweede periode? Ja, kijk je eigenlijk wat Den Haag doet, hè? Voor de rest zat er niet veel in. Nee, ja, dan ga je toch weer aanpassen aan hun spel. Terwijl wij willen dat hun aanpassen aan ons spel. En dat is wat we eigenlijk door moeten trekken naar de play-offs. Eerst Final Four en dan play-offs, ja. Maar je pakt in de derde periode toch weer heel goed op. Ja, we zijn een stuk feller. Ja, ik denk een goed gesprek gehad weer in de kleedkamer tussen de tweede en derde periode in. Ja, toch allemaal weer de neus dezelfde kant op. En ja, het is en blijft een ijshockeyspel. Het kan alle kanten op gaan. Zo zie je maar weer 4-4. Ja, dan moet je hem eigenlijk toch wel mee naar huis brengen. Of eigenlijk thuis laten. Laten we maar zo zeggen, de punten. En waar laat je het dan liggen? Is dat een strafbank? Ja, ik denk dat beide kanten vandaag wel strafbank was. Volgens mij was het een 4-4 toen hun die goal maakte. En eigenlijk zouden wij powerplay hebben na die minuut 30. Dus dan moet je hem eigenlijk vasthouden nog 4-4. En dan een powerplay maak je het eigenlijk af de laatste paar minuten. Maar ja, het blijft ijshockey, het blijft een spelletje. Helaas. Het blijft zelfs nog een spelletje na afloop van het eindsignaal. Wat gebeurde er? Ja, wat gebeurde er? Was je boos? Ja, boos niet. Ik denk dat we onderling wel vorige keer al hier thuis en nu weer de laatste minuut. Nou ja, dan gebeurt dat wel. Zij hoort er ook weer bij. Dat zegt genoeg over Jort Smit. Je bent weer terug, hè? Dankjewel. Iets te lang weg geweest dit seizoen. Hopelijk niet weer. Wat gaan we nog zien van jullie in de play-offs? Ja, ik denk alleen maar hele leuke dingen. Ik denk dat we in een stijgende lijn zitten. Veel jongens weer terug. Ja, alleen Bob Gerritsen dan nog helaas goede verdediger. Wat nog niet bij het team zit. Maar ik denk dat we een stijgende lijn zitten. En vandaag ook hebben laten zien dat we vechten tot het einde. Letterlijk en figuurlijk. Woensdag krijg je weer een goede krachtmeting, hè? Tegen Zeker weten. Ja, het is nog even spannend volgens mij wie we tegenkomen. Maar het kan zomaar zijn dat we Herentals in de eerste ronde tegenkomen. Ja, dan is dit het thuisvoordeel wat we hebben woensdag. Nou, succes ermee. Dankjewel.